vandaag een zonnige dag. Het is zo'n 17 graden. Dit is het TV West nieuws van maandag 22 oktober. Ik ben Sander Knoera. De gemeente Westland dreigt haar belangrijkste inkomstenbron te verliezen. Grote glastuinbedrijven trekken weg omdat er geen ruimte is voor uitbreiding. Leegstand dreigt, zegt de grootste geldschieter van het Westland, de Rabobank, tegen Omroep West. 95.000 vierkante meter kas. Er werken hier dagelijks 70 mensen die zich allemaal bezighouden met het honingtomaatje. Daarvan wordt er jaarlijks 2 miljoen kilo geplukt. Dit is een grootschalige kas van de Westlandse firma Van Looyen. Zo ziet de kas van de toekomst eruit. Maar we zijn niet in het Westland, hè? Nee, dat klopt. We zijn hier onder de rook van Schiphol in Burgerveen. Hoe kan dat? Jullie zijn een Westlands bedrijf. Ja, wij hebben hier een kas van 95.000 vierkante meter gebouwd. Maar we hebben grond gekocht voor nog een tweede blok hiernaast, wat even groot kan worden. Dat soort oppervlakte gaat in het Westland niet meer lukken. Het is daar vol. Toch komen er in de toekomst wel kavels vrij. Er zitten veel ondernemers ook bij die op dit moment 55 plus zijn. Die zullen een keertje willen stoppen. Die bedrijven komen te koop op de markt. Goed nieuws zou je zeggen. Maar omdat de grote bedrijven alleen nog maar megakassen willen neerzetten, worden straks de kleinere Westlandse bedrijven niet meer opgekocht. En er is dan geen koper voor. Als er geen auto wordt gevonden, dan betekent dat er in mijn ogen zeker 700 tot 800 hectare minder glastuinbouw zal zijn in het Westland. Vanavond in TV West vandaag een uitgebreide reportage over dit onderwerp. Ja, het kan u niet ontgaan zijn. Iedereen die vanmorgen de weg opging had last van de mist. En onze verslaggever Anita Jansen dook voor u de mist in. Ja, de mist begint nu wat op te trekken. Maar toen ik vanmorgen naar Den Haag reed, toen was het zicht zo 50, 60 meter. En dan vraag ik me eigenlijk altijd af, wanneer moet je nou die mistlamp aanzetten? Vanmorgen werd Nederland en ook de Randstad overvallen door een hele dikke wolk van mist. Heeft dat nog problemen opgeleverd? Nou, het geluk is dat er nu ook herfstvakantie is. En dat betekent dat het al iets rustiger was op de weg. Dus op dit moment valt het allemaal nog wel mee. Het is inderdaad mistig en dat levert wel wat vertraging op. Maar op de weg valt het mee. Nou, is er wel een probleem met de spitsstroken volgens mij? Ja, er zijn een aantal spitsstroken, ook bij ons in de regio. Op de A13 bijvoorbeeld. Daar is een spitsstrook en die worden bewaakt met camera's. En zodra het mistig is, is er weinig te zien via de camera's. Dus uit veiligheidsoverwegingen moeten die spitsstroken gesloten blijven helaas. Dus daarom wel wat vertraging tijdens de spitsuren. Wat moet je nou eigenlijk doen als je overvallen wordt door mist? Nou, in ieder geval alert blijven. Goed op blijven letten. En ook als je door de mist heen rijdt, niet denken van ik ben er zo weer uit. Want het kan wel eens natuurlijk een hele grote mistbank zijn. Zoals vanmorgen. Het zijn niet echt kleine banken waar je doorheen rijdt. Het is echt behoorlijk mistig. Dus inderdaad de snelheid aanpassen en goed blijven kijken. Ook op je voorganger. En ga nou niet heel hard rijden op de linkerbaan en inhalen. Want dan krijg je gevaarlijke situaties. Bij een aanhouding in het Floriadepark in Zoetermeer heeft de politie gisteren twee waarschuwingsschoten gelost. De politie was getipt over twee jongens van 15 en 17 die een vuurwapen bij zich zouden hebben. Toen agenten de twee opdroegen te blijven staan, reageerden ze niet. Vanwege het incident werd het treinverkeer tussen Gouda en Den Haag enige tijd stilgelegd. De twee jongens zijn aangehouden. Uiteindelijk is er geen wapen gevonden. Misschien was het u al opgevallen, dat dunne laagje zand op uw auto. Het veroorzaakte niet alleen veel vieze auto's, maar ook een lange rij bij de wasstraat. Het zit er lekker opgebakken. Dus dan gaan we er nu even afspuiten. Op de zijkant valt wel mee. Maar de ramen in, de motorkap. Het was file wassen bij de wasserettes afgelopen weekend. En voor velen kwam deze exotische verrassing uit de Sahara als een complete verrassing. Ik schrok. Ik schrok heel erg. Tot zelfs aan de binnenkant zat het. Ja. Ik wist echt niet wat ik had hem net gewassen, dus ik sta hier nu weer. Was het erg? Ja, heel erg. Ik kon echt dik mijn naam erin schrijven. Ja. Ik dacht eerst dat eigenlijk de overburen lekker een feestje hadden gehad. Maar toen hoorde ik dat het Sahara-zand was, ja, tot mijn verbazing. Maar helemaal vol, ja. Zat de auto behoorlijk onder? Ja, hij was helemaal rood. En hij is wit, dus hij was opeens rood. En ik hou niet van rood, dus maak ik hem weer wit. Achter het stuur kruipen van een ME-busje of op een politiemotor met de zwaailampen en de sirene aan. Een droom van ieder kind. En die kon dit weekend in vervulling gaan bij de open dag van de politie in onze regio.
Spectaculaire demonstraties van politiehonden tijdens de open dag. Letterlijk hoogtepunt is deze hond die uit een hoogwerker komt abseilen. Wanneer hebben jullie dat nodig als politie met een hond uit een hoogwerker? Nou, eigenlijk heel weinig. We gebruiken het in de praktijk wel om een hond op te hijsen, om over hoge muren heen te komen of om hij in de binnentuinen te komen. Veel kinderen weten zeker dat ze politieagent willen worden. Nou ja, de meeste dan. Wil je ook bij de politie? Bij de paarden in de stal. Bij de brandweer, maar ik kan niet kiezen. Op het terrein. Fijn dat u er bent. Dus dat vind ik lastig. Als je er nu zo over nadenkt, wat vind je leuker? Dank u wel. Dat kan ik niet nadenken. Maar daarvoor heb ik nog heel lang de tijd. Op het politieterrein veel opgewonden kinderen, maar ook vaders. Die zich moeten inhouden om niet zelf met de politiespullen te gaan spelen. Ja, dat is genieten toch? Mijn vaders vinden het ook wel leuk hoor dit. Of gebruikt u uw zoontje als excuus om hier lekker met de spullen te spelen? Nee, zijn school vond het heel belangrijk dat kinderen gingen. Dus heb ik hem ook meegenomen. Of liever gezegd, ik ben dus met hem meegegaan. En met zijn andere zoon. Ja, dat zegt u. Ja, nee, dat is echt wel zo. In totaal hebben ruim 55.000 mensen in Den Haag de open dag bezocht. En naast de open dag van de politie was er ook veel aandacht voor stoomlocomotieven. Want Stoomstichting Nederland hield een open weekend en reed pendelritten tussen Gouda en Rotterdam. Het welbekende fluitje en lekker ouderwets kolen scheppen. Dat hoort allemaal bij een echte stoomlocomotief. Nostalgie voor een groep hobbyisten die de treinen restaureert, onderhoudt en bedient. Dit is toch eigenlijk heel erg achterhaald. We kunnen toch gewoon met de normale trein op elektriciteit? Dat kan. Alleen dit is toch net iets leuker, sfeervoller. Ja, efficiënt is het niet, maar gewoon de beleving en het gevoel, ja, dat heeft toch wel wat. Open dagen als deze zorgen ervoor dat de stoomlocomotief kan blijven rijden en dat de mannen van deze dure hobby kunnen genieten. Is het dan allemaal wel waard? Ja, absoluut. Anders deden we het niet. Je moet er een beetje gestoord voor zijn, maar dat lukt wel. Ja, ja. Eerste twee, bussen 4. De stoomlocomotief gaat met zijn tijd mee. De stoomlocomotief blijft met zijn tijd meegaan. De stoom rijdt altijd. Het Haagse poppodium, het Paard van Troje, bestaat dit jaar 40 jaar. En dat wordt de komende 2 weken gevierd. Zaterdagavond was de aftrap met, hoe kan het ook anders, muziek. Prinsengracht 12 in Den Haag. 1972 werd hier een jongerensoos gesticht. Die is uitgegroeid tot een poptempel. Afgelopen zaterdag een feest met Urban Heroes, Grupo Sportivo en Hallo Venray. Het was wel goed. Vond je het een beetje spannend? Kom maar, joh. Het was meer ontspannend. Spannend was het wel voor de Urban Heroes. Die hebben een nieuwe single en willen een comeback maken. Having a party, man. Ja, kijk. De crowd is te gek. Later op de avond meldt Spike zich met nog andere muzikanten uit Den Haag en zorgen voor een knetterend feestje. De Jam de la Crème van de Haagse popscene. Nog meer feestjes deze week, want dit was nog maar het begin van de feestjes van 40 jaar paard. ADO Den Haag blijft dit seizoen nog zonder thuisoverwinning. In het eigen Kyocera stadion was FC Utrecht te sterk voor de ploeg van Marie Stijn. Er werd verloren met 1-2 en die stand stond al voor de rust op het bord. Aanvoerder Danny Holla was na afloop boos over het matige spel van ADO. Ja, tuurlijk. Voor de wedstrijd had ik me iets anders hiervan voorgesteld. Utrecht heeft wel een goede ploeg, maar ik denk zeker niet beter dan ons. We hebben vandaag gewoon te veel duels verloren en aan de bal veel te slecht gevoetbald. Dan kan je wel boos zijn op jezelf. Ik vond de eerste helft heel vlakjes van onze kant. De tweede helft heb ik in ieder geval een portie strijd en passie gezien. Daarin mijn spelers er alles aan hebben gedaan om in ieder geval 2-2 te pakken. Nou ja, die maak je ook nog bijna. Ik denk niet dat het terecht was geweest, want Utrecht had het al veel eerder af kunnen maken. Dat ook 3 of 4-1 kunnen zijn. Absoluut, ja, daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. Maar ja, dat later zijn na. En dan krijg je zelf nog denk ik 1-2 grote kansen op 2-2. Maar het was niet best vandaag. En meer over de wedstrijd ADO Den Haag FC Utrecht vanavond in TV West Sport. Kijken we tot slot nog even in de kranten van vandaag.
Tienduizenden minima raken hun gemeentelijke kortingspas kwijt. Dat schrijft de Volkskrant. Het komt door een aanscherping van het armoedebeleid. In Den Haag gaat het om zo'n 11.000 mensen die hun ooievaarspas kwijtraken. Eerst kregen mensen die tot 130% van het bijstandsniveau verdienden zo'n pas. Die grens wordt nu naar beneden bijgesteld tot 110%. De wedstrijd tussen het tweede van Haaglandia en PGS is dit weekend uit de hand gelopen. Dat schrijft het AD. Een arrestatieteam van de politie Haaglanden moest eraan te pas komen om de zaak weer te bedaren. Vier spelers van Haaglandia werden aangehouden. Vier spelers van PGS raakten gewond. Eén van hen liep ernstig letsel op. Tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. Natuurlijk zijn we ook de hele dag te beluisteren op 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.